bij de laatste reguliere uitzending van In Gesprek Met. Seizoen 10 alweer, zit er bijna op. En ik heb vandaag twee gasten, Pascal Kastelein en Helga van Geldrop. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over home run. Pascal, ik kijk even naar jou. Wat is home run? Nou, de home run is een 24 uur hardloop evenement georganiseerd door het Ronald McDonald Kinderfonds. En het is de bedoeling dat we 240 kilometer gaan hardlopen in 24 uur langs een aantal Ronald McDonald kinderhuizen. En daarbij zoveel mogelijk geld ook ophalen voor dit geweldig mooie goede doel. En dus even voor mijn idee. 240 kilometer in 24 uur? Ja. En dat doe je met een team van, Helga? 19 mensen. 19 mensen. Dus dat doen we inderdaad niet alleen. Dat is niet één hardloper die daar heel enthousiast tegen aangaat. Het is echt een team. En we splitsen het team dan ook in tweeën. En sowieso is de helft van het team is hardloper. De andere helft is fietsbegeleider of begeleider in een busje om het rustende team te vervoeren naar een andere stopplek. En lopen ze afzonderlijk of lopen ze als team? We lopen als team, dus je hebt een team van een aantal hardlopers en een aantal begeleiders op dat moment die actief zijn. En die rennen dan in estafettevorm. En er is altijd een fietsbegeleider bij, zeker ook 's nachts, om te zorgen dat iedereen goed zichtbaar blijft. Jeetje, ja. Dat is nogal een uitdaging. En loopt een van jullie mee? Ik ben teamcaptain en tevens fietsbegeleider en jij toevallig ook fietsbegeleider. Ja, ik ben toevallig ook fietsbegeleider. Ja. Ja. Hoe gaat ze van tevoren? Hoe ga je zoiets zeg maar starten? Ja. Daar ben ik naar benieuwd. Ja, hoe ga je zoiets starten? Ik kwam heel toevallig vorig jaar dit evenement, zag ik voorbij komen. Toen werd ik al enthousiast, maar toen was het te kort dag om nog een team op te gaan zetten en dat soort dingen. Dus toen heb ik me gewoon aangemeld als vrijwilliger. En toen ben ik zowel 's nachts als bij de start in Utrecht vrijwilliger geweest om alle hardlopers en fietsers op te vangen, te voorzien van de catering. En ik werd daar zo enthousiast van. Ja? Dus toen dacht ik, volgend jaar ga ik dit ook doen met een team. En toen ben ik omheen gaan vragen en al vrij snel enthousiaste mensen gevonden die mee moeten doen. En hoe heb je dat gedaan? Gewoon vrienden en kennissen gebeld? Ja, in de straat, de vriendengroep. Want wij zijn team lekker lopen. Past bij een Oeteldonks liedje ook. En ons doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Maar we willen ook gewoon gezelligheid en een hoop fun hebben met elkaar. Dus daar is iedereen wel op geselecteerd. Ja, ja. En in die selectie, Helga, kan ik me ook zo voorstellen dat je een aantal van tevoren wat voorbereidingen, trainingen en dat soort dingen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou ja, wij zijn allebei natuurlijk als begeleider hebben we het wat dat betreft wat luxer. Het schijnt die 24 uur voor begeleiders juist heel pittig te zijn. Maar in de voorbereiding hoeven wij niet zoals de hardlopers te trainen. Maar de hardlopers zijn zeker allemaal volgens strakke schema's aan het trainen. En hebben jullie dan ook een professionele trainer aangetrokken om... Dat is per persoon. Sommigen hebben wel iemand in de arm genomen om even extra begeleiding te krijgen, anderen niet. Ja. En ieder heeft toch zijn eigen schema, een eigen hardloopmethode. En wat heel belangrijk is, als je bijvoorbeeld gewend bent, of gewend is misschien een groot woord, maar af en toe een marathon loopt, dat je nu echt intervallen gaat lopen. Dus veel kortere stukjes en dan weer een kort stuk rust en dan weer lopen. Dus dat vraagt ook wel een andere voorbereiding. Ja. En nu kan ik me ook zo voorstellen, Pascal, dat het ook wel wat geld kost. Nou, dat valt gelukkig mee, want het Ronald McDonald Kinderfonds heeft ook heel veel sponsoren weten te binden. Okay. Waardoor eigenlijk het eten en drinken onderweg volledig wordt gesponsord. Ze doen zaken met het Sparta Stadion Rotterdam bijvoorbeeld. Hè, daar Kasteel. Is zo'n rustpunt. Daar zijn alle voorzieningen aanwezig. Het beeld en geluid, museum. Er zijn mooie locaties waar we onderweg kunnen stoppen. En ook zij laten zich aan alle kanten sponsoren, zodat het ons niet heel veel geld kost. En nu is het natuurlijk ook zo dat het voor een goed doel is. Ja. Dus je kunt natuurlijk ook nog een oproep doen natuurlijk om mensen te mobiliseren. Naar welke website kunnen ze gaan om jullie te steunen? Nou, we hebben een eigen Facebookpagina, makkelijk te onthouden, lekker lopen. Ja. En er is ook een pagina vanuit het Ronald McDonald Fonds over dit evenement. Dat is de pagina Home Run.
En daar kun je ook team lekker lopen selecteren. Zien wat wij allemaal hebben gedaan om geld op te halen. En alle donaties zijn welkom. Het Ronald McDonald Huis. Kun je nog eens uitleggen, Helga, wat het precies is? Ja, het Ronald McDonald Huis, dat is eigenlijk altijd naast een academisch ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld dus in Utrecht en in Nijmegen, waar wij als team lekker lopen voor lopen. lekker lopen, dat klinkt altijd lekker. Twee van onze teamgenoten hebben ervaring met het Ronald McDonald Huis. Marion in Utrecht en ikzelf in Nijmegen. Dat is ook een van de redenen dat ik meteen tegen Pascal zei, ja, dat ga ik zeker graag meedoen. Wij hebben in 2005 daar gezeten met onze zoon Sam, die toen in het ziekenhuis lag vanwege een operatie aan zijn hart, aan zijn aorta specifiek. Zo, dus en heftig. Dat was een pittige operatie en er is niks fijner dan dat je weet dat je op een paar honderd meter afstand bent, dat als je kind 's nachts iets krijgt, er iets mee aan de hand is. Hij lag op één nacht op de intensive care, dus daar mag je niet bij liggen als ouders. Dat je dan gewoon binnen no time er kunt zijn, een knuffel kunt geven of aanwezig bent. En de nachten daarna, toen hij niet meer op de intensive care lag, dat één van ons gewoon in alle rust heel vlakbij even kon bijtanken en de ander bij hem kon slapen. En nou, dat bij hem kon slapen, dat was heel weinig slapen, want het ritme wordt meteen omgegooid. Het waren zware nachten, dus het Ronald McDonald Huis was zo fijn om 's nachts even te kunnen bijtanken. Ja. Dan kan ik me ook zo voorstellen dat als je daar niet mee te maken hebt gehad, dat je er wel ooit van gehoord had. Ja. Maar hoe is dat dan om dan daadwerkelijk aan de lijve zelf te ondervinden? Ik had er zeker wel eens van gehoord inderdaad, maar het is totaal anders als je er eenmaal geweest bent. En vooral ook dat je heel erg geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid natuurlijk als ouder. En in ons geval hadden wij zoiets van, het is in principe een hele goede prognose. Als hij geopereerd is, na een nacht of vijf mogen we naar huis. Maar zagen we ook echt ouders die daar weken, soms maanden moesten verblijven omdat hun kind ernstig ziek is. En hoe belangrijk dan zo'n huis is, want je kunt dan niet continu thuis zijn en je kunt de dubbele lasten ook niet dragen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we kunnen bijdragen door een sponsoring naar dat huis toe. En ze zeggen €60 kost een nacht dat je daar kunt verblijven. En dus is het eigenlijk €60 voor een kus voor je kind. Ja. Dat is mooi gezegd. Ja. Hoe is het met hem overigens nu? Het gaat heel goed met hem. Het is een jongeman van inmiddels 14. Oh, kijk aan. En het gaat hartstikke goed met hem. Ja. Nou, gelukkig. Ja. Ja. En dat was natuurlijk ook een extra bruggetje voor jou, denk ik, Pascal. Het is wel goed dat we ook twee mensen hebben die er echt ervaring mee hebben. We zijn wel met een aantal teamleden ook gaan kijken in het Ronald McDonald House in Utrecht en Nijmegen. Dus, hoe was dat? Ja, indrukwekkend. En petje af voor al die vrijwilligers die daar ook werken en die ouders proberen te ontlasten. En ik moet zeggen, dat helpt wel. We waren al enthousiast voor dit goede doel, maar doordat we het gezien hebben, dat is nog een extra drive om een stapje harder te lopen om geld op te halen. Mooi hè, dat je dan met sport, zoiets kunt bewerkstelligen. Even terug naar die home run. Waar starten jullie? We starten in Den Haag dit jaar. Ah. En het zijn 6 etappes. Dus we gaan via het iets zuidelijker Rotterdam langs ook een Ronald McDonald Huis. We lopen daarna. Gouda. Ja, Gouda, Utrecht. Hilversum. Ja. Amsterdam en dan weer terug naar Den Haag. Ja. Jeetje. Een hele ronde. Ja. ik doe het in ieder geval niet na. Op het moment dat je nou dadelijk start in Den Haag. Wat gaan jullie dan als begeleiders doen? Wij als begeleiders fietsen altijd mee. Hè, dus er is altijd een hardloper actief. In totaal 240 kilometer. Omste beurt. De helft. Ja. Ja. Jeetje. Ja. We wisselen elkaar af. Er is altijd een fietser voor die de navigatie ook op zijn fiets heeft. Want het zou natuurlijk jammer zijn als we nog meer kilometers gaan lopen. En we zorgen dat er altijd een fietser bij de loper is. Ook om een flesje water of wat dan ook te geven. En er rijdt dan ondertussen ook een busje mee. Dat we elke zoveel kilometer stoppen en de hardlopers kunnen wisselen. Op die manier is dat de estafettevorm. Dus de overige lopers die op dat moment niet hoeven te lopen zitten in een busje met een chauffeur, dat is ook een van de begeleiders, want we willen de hardlopers, die hoeven alleen maar te focussen op het hardlopen. Die hebben het al zwaar genoeg.
En als fietser denk ik dat we dat tempo prima kunnen bijhouden. Maar uiteindelijk, het is wel prettig, want het is wel 24 uur. Ja, precies. En hoeveel kilometers ga jij dan bijvoorbeeld zelf fietsen, Pascal? Ja, we zijn nog bezig met het schema. Maar daar zitten we ook wel rond de 40 kilometer, denk ik, in totaal. 60 kilometer. Ja. Nou, dat is pittig. Ja. Helga, je kunt wel zeggen inderdaad het tempo, maar goed, je moet het toch... En het wakker blijven zal een dingetje zijn. Ja. Dan zullen we elkaar door gaan slepen. En het staat natuurlijk ook weer een symbool voor het doorzettingsvermogen wat de ouders moeten hebben als ze een ziek kind hebben. Ja. Dus daar doe je het voor, daar ga je voor. En als je dat in gedachten houdt en een supergezellig team hebt, gaat ons lukken. En als de finish bereikt wordt, wat is dan het gevoel? Nou, dan denk ik dat we verlost zijn van een zoiets. We gaan zeker een feestje bouwen en ook trots zijn op elkaar. Want we hebben nu al ruim €14.000 opgehaald. Maar we hopen tot aan dat we daadwerkelijk gaan starten. Maar we hopen het nog verder op te hogen. Ja. Het start op... 22 juni. Ja, in Den Haag. Ik wens jullie heel veel succes daarbij. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. En uiteraard, je kunt het allemaal volgen op Facebook. Dus mocht je willen zien hoe het afgaat, 240 kilometer in 24 uur. Wow. Dat is behoorlijk. En dan ga je dus naar de Facebookpagina van Lekker Lopen. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. De laatste reguliere uitzending van dit seizoen, het 10e seizoen, zit erop hier vanuit het Medialeerpark. Maar we komen later nog terug in een speciale zomereditie. En daar gaan we je uiteraard weer een aantal gasten voorschotelen die weer in Den Bosch actief zijn op bepaalde gebieden van sportpolitiek. Actuele gasten. Natuurlijk dank ik hier al het Medialeerpark voor het 10e seizoen. Alle vrijwilligers van het team In Gesprek Met. Niet te vergeten natuurlijk ook de leerlingen van Vermaarland. Die hier altijd acte de présence geven. En natuurlijk de kijkers. Hartelijk dank voor het kijken naar dit 10e seizoen. We komen van de zomer nog terug. Speciale editie. Mooi in het zonnetje. En dan zal het weer in september... zal het weer gaan plaatsvinden, het 11e seizoen. Nogmaals dank voor het kijken en heel graag tot snel.